Wij worden zo dikwijls wel onderschat. Ik denk dat je dat ook hebt. Hè? Ja. Dat je bent blond en bubbly. En dan denken Ja. mensen, oh... Pink en blond, ja, wat doe je domme heen. En zeker think? als ze twee Ja. mama's zijn, dan is zo, allee, twee mama's die een hobbytje gaan doen. Ja, dat is Wat toch dat zo. is. Ja, wij worden echt dikwijls onderschat. En dan, ja, weet je, dan gebruiken wij dat maar, hè, Oh, als ik een vind dat onderschatte leuk. Ik positie. vind dat echt heel tof. Ja. Onderschat worden is echt de beste Ja. positie om in te Ja, zitten. ja, Dan denk ik zo, bam, and here I ja. am. Ja. Hier Zeker ben ik. voeding Dat is is ook ook. zo echt een mannenwereld. Dus dat is, ja, wij gebruiken al onze charmes. Wij vragen letterlijk korting op ons schoon ogen. We hebben nog nooit iets aan volle pot Nee, we hebben nog betaald. nooit iets aan volle pot betaald. Ah, Dat maar is alles, hè? Zelfs fantastisch. huur en al, hè? Zalig. Ja, wij hebben Zot, onderhandeld op de ja? huur en zo. Ja. Op alles. En dat werkt, want al die mannen in die mannenwereld, die denken, allee, schone dames. We zullen het maar hun. We zullen het er hun. En dan denk ik, oh, hier, los in onze zak. Welkom bij de Brand Babes podcast. Ik ben uw host Jessica de Blok. Misschien kent je mij van Antwerp Avenue, van Alpha Vrouwen of van hier bij Business Bestie. Elke week nodig ik een nieuwe inspirerende Brand Babe uit om haar verhaal naar buiten te brengen, om u te helpen om uw onderneming om te toveren tot een super succesvol en bekend brand. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Brand Babes podcast. Ik zit hier in de studio met twee Brand Babes. Ze hebben een brand samen. Ze hebben samen een havermout ontbijt voor baby's en jonge kinderen gemaakt. Dat heel snel veel groter is geworden dan dat ze hadden gedacht. En ze zijn ook trouwe luisteraars van de Brand Babes podcast, heb ik hier al vernomen. En ik wil heel graag hun verhaal zelf eerst horen, uiteraard. En ik wil dat jij hun verhaal ook hoort, omdat ik denk dat je daar heel veel inspiratie uit gaat kunnen putten. Maar ik ga hen eerst vragen om zichzelf even voor te stellen, zodat we het brand eens kunnen leren kennen. Welkom in de studio, Clara en Elke van Billy Bubs. Dank ja, u. Dank u. Ja. Dat is al een goede voorstelling, hoor. Dank u. Ja, ja. Ik heb wel even uiteraard gezegd, maar dat is geen probleem. Dat is okay. We zijn ook een beetje uit de haard gestapt. Dus jullie willen jullie zelf even voorstellen aan de luisteraars. Ja. Jullie zijn met twee, dus even heel... Ja, ja, het wordt een drukke dag. Ik ben Clara. Ja, en ik ben Elke. En wij zijn Billy Bubs. Ja. En Billy Bubs is eigenlijk ontstaan door onze eigen kindjes. Hè? Omdat we, wanneer je eigenlijk naar kind en gezin gaat, naar de zoveelste controle, komt er buiten en dan zeggen ze, ah, vanaf nu een ontbijtje. En ja, wat moet je dan geven? Oh, heeft dat een boterhammetje? Maar als je een boterhammetje geeft aan een kind, ja, eten doen ze eigenlijk niet. Ze sabbelen dat wat op. Ze ja. kokhalzen daar een klein beetje op in sommige gevallen. Ze hebben geen tanden, dus... Nee, dat is wel dat moeilijk. En door eigenlijk onze dochtertjes die 3 maanden van elkaar verschillen, zijn we eigenlijk tot het idee gekomen van, we moeten daar dringend eens verandering in brengen. Dus voilà. Ja, echt opgestart uit eigen noodzaak. Er was niets dat wij goed vonden. Wij zijn zelf granola-eters en muesli-eters. En ja, we moesten dan een brood in huis aan en steek dat dan in de diepvries en dat trekt dan op niets niet meer. Dus ja, voilà. Uit eigen noodzaak opgestart. En inderdaad, zoals dat gezegd, nogal snel uit de kluiten gewassen. Ik ben heel benieuwd naar hoe dat is gegaan, maar vooraleer dat we daar invliegen, jullie kennen elkaar als collega's. Als collega's en dan vriendinnen geworden. Leg eens uit, hoe is dat gegaan? Hoe lang is dat geleden? Vertel eens. Ja, hoe lang? Je hebt wel langs nog gezegd. Ja, hè? Inderdaad. In september 2016 zijn we beide op een kantoor geraakt van Accentjobs. En daar zijn we eigenlijk heel goed beginnen samenwerken en we voelden al snel aan van, wow, we hebben een mega zotte tandem. Zonder dat wij iets zeggen tegen elkaar, we keken naar elkaar en we wisten al van, ah, dat gaan we doen. En dat marcheerde ook echt goed. We waren ook een goed draaiend kantoor, omdat we altijd wel goed op elkaar ingespeeld waren. En, ja. En dan kreeg je kindjes en dan babbelde over niets anders niet meer. Hè? Dus the dat wordt ook vriendin. Oké, en hoe lang is het dan geleden dat jullie die kindjes hebben gekregen? Want dat is dan ook nog niet van 2016, denk ik. Hè? Nee, die zijn nog de niet meisjes oud. Zijn geboren in 2019, want wij doen alles samen. Dus ook onze kinderen zijn op hetzelfde moment geboren. ook de jongens. Ja, de meisjes. Dus allebei een meisje en een jongen? Ja. Allebei dezelfde leeftijd? Ja. Okay. Dus de meisjes zijn 4,5 en de jongens bijna 2. Ja. En de meisjes die scheelen 3 maanden en de jongens die scheelen 5 weken. Ja. In ons eerste jaar dat we fulltime werkten, zijn we 5 weken van elkaar bevallen. Hoe zot is dat? Dus 2019 mama geworden. Ja. En dan eigenlijk, waarschijnlijk dan rond die periode van corona, 8 maanden. Ja, 2020. Maar dan waren die 8 maanden dan waarschijnlijk toen dat jullie hadden aan dat ontbijt. Het is niet alsof ik deze wist op voorhand. Alsof ik zo'n dingen weet, want ik weet helemaal niks. Maar jullie hebben dat er juist even verteld. Vanaf 8 maanden mocht je ongeveer gaan ontbijten. Allee, of een beetje vroeger al. Ik kreeg dat mee van kind en gezin. Hè. Die zeggen dat dan vanaf 8 maanden mochten beginnen ontbijten. Want wij wisten dat ook niet. en dan, niet gevonden. En dan was het corona, dus dan hadden we wel een keer tijd om wat te zoeken. Hè. En dan en zo zijn we gestart. Ja.
En dus jullie werkten toen als collega's samen. Wat was het idee dan? Oké, we gaan hier iets maken. En zagen jullie dat kei groot? Was dat iets klein? Nee, een product. Een site, hé. Een bijberoepje. Ja. Misschien een webshopje. Maar... een webshopje erbij, een beetje in het weekend. En dan, binnen dit en vijf jaar zien we wel wat dat heeft. Maar ja... achter 3 weken zijn wij alle twee met hangende pootjes naar onze manager moeten gaan. Mogen wij alsjeblieft 4/5 werken? En na 3 weken al? Ja. Ja, na 3 weken. Ja. We konden niet mee met de productie. Nee. En dan... wij hadden een week lounge gedaan voordat we gestart waren. Dat is een pre-lounge. Ja, een pre-lounge. Ja. En we waren eigenlijk 3 keer de vorige. Ja. Ja. Effectief. Ja. Webinar, webinar pre-lounge. Voilà. Dat is mijn tactiek die ik altijd heb gebruikt. Voilà. En we waren 3 keer de voorraad uitverkocht dat we geproduceerd hadden op die moment. Ja. En toen dachten we van ja, we moeten sowieso nu ook al verlof aanvragen, want we kunnen dat anders niet verkopen. We kunnen niet leveren wat de mensen gekocht hebben. Want we hebben eigen productie. Ja. Dus jullie maakten dat zelf? Ja, nog altijd. Ja. We hebben eigen productie. Oké, daar heb ik heel veel vragen over, maar oké. Okay. Ik parkeer ze, vertel verder. En dan na drie weken 4/5 gaan werken. Ja. En intussen wel via de Shopify webshop opgestart. En dat ging eigenlijk heel goed. Mm-hmm. En na 6 maanden zijn we opnieuw naar onze baas geweest en gezegd van, we gaan ermee stoppen. We beginnen aan onze opzeg. We gaan allebei fulltime. Dus die hebben eigenlijk 2 mensen samengezet. Ja. Dat waren dan, ik weet niet, goede werknemers. Heel ambitieus. En dat was allemaal super. En dan waren ze kwijt na 6 maanden. Ja, niet na 6 maanden. Ze gunnen het ons wel. Ja. Ze zagen ook wel ergens al van in het begin van, ja, die hebben nog grotere plannen. Ja. Oké, okay, ja, maar toch is het... Of accent overnemen, of... Ja. Je moest een beetje kiezen. Choose your battles. Maar dus jullie hebben dan op een bepaald moment... beslist van, oké, ik ga hier een product maken. Tussen dat je dat hebt beslist dat je dat ging maken, mm-hmm, en dat je effectief een pre-launch hebt gedaan, ja, hoeveel tijd zat daartussen? Een klein jaar. Ja. Research, ja, dingen proberen, maken. Labeltesten. En dus, oké, wat zijn de labeltesten? Vertel. Ja, babyvoeding is de Champions League van de voeding. Oké. Dus als je belt naar het FAVV en zegt, ik wil iets doen in babyvoeding, waar moet ik aan voldoen? Dan hebben ze een kast met vardes. Dus dat is gigantisch moeilijk. Dus er zijn immens veel regels waar je aan moet voldoen. Dus tegen dat we ze allemaal wisten, tegen dat we aan alles konden voldoen. Want er bijvoorbeeld magnesium mag er maar maximum zoveel in zitten. Dus dan moet je eigenlijk je product laten testen. Hoeveel zit erin? Ai, te veel. Wat kunnen we doen om dat naar beneden te krijgen? Dus zo opnieuw testen, kwaliteitscontrole, je vergunning ook gewoon. Ja, bepaalde producten ook, hè. Want ook andere fruitsoorten eerst uitgekozen, ja, dan uiteindelijk niet door de labotesten geraakt zijn. Gewoon fruit dat van een boom komt, mocht niet. Nee, bijvoorbeeld, we gingen iets doen met drakenfruit. Ja. Ja, met pitaya. En dat mag niet. Omdat het niet door de keuring voor de babyvoeding raakt. Nee, omdat dat raakt door de keuring in Azië, maar niet door de Europese keuring. Dus dat is advocaat geweest. Amai. En, ja. Dus ze hebben zo wel wat gaan experimenteren. Dat was een papje. Ja, dat was echt vrij mooi. Oh, ja. En dan zijn we opnieuw eigenlijk gaan brainstormen voor nieuwe smaken te ontdekken. Ja. En van eigenlijk heel snel... Ja, dat zal het zijn van dien, dat zal het zijn van dien. Wij zijn blindelings enorm op elkaar afgesteld. Mm-hmm. Zelf ook de kleuren, als we de kleuren gekozen hebben voor onze brand. En wij gewoon zo van die Pantone-wire gaan halen. En dan hebben wij op een... dus we moesten dan de kleuren kiezen voor onze brand, voor de verpakking. En dan hebben wij gewoon op post-its geschreven, dat. En we hebben ze zo naast elkaar ondersteboven gelegd. En dan hebben ze iedere keer gedraaid. En dat was identiek. Ja. Een hele wire, hè? Duizenden kleuren was dat iedere keer identiek. Hoe zot is dat? Wij zijn echt 1 persoon geworden. Dat is zo zot. Ja. Dat is mega zot. Wel heel belangrijk natuurlijk, je brandkleuren. En dat moet natuurlijk heel goed afgestemd zijn op het doelpubliek ook. Maar je hebt dat voortreffelijk gedaan, want ik ken dit dus van in de apotheker, product. En uiteindelijk jullie dan beginnen volgen. Ja. Maar oké, dus je hebt dan op een bepaald moment die labotesten allemaal gedaan. En dan hebben jullie een product gemaakt en je zegt eigen productie. Wat wil dat zeggen? Je maakt dat in de keuken en je mixt dat zelf? Of hoe het zit mag dat? Niet in de keuken. Nee, okay. FNVV zou niet content zijn. Als je gewoon een cateringbedrijf hebt, dan mag dat. Als je babyvoeding doet, mag dat niet. Nee. Dus wij hebben eigenlijk een productieruimte ingericht in het bedrijf van Elkaar Man om te starten. Een heel kleine ruimte, maar waar we wel aan alle regels voldeden. En daar maakten we het dus zelf. En de eerste producten zaten nog in van die sta-zakjes. Dus dat was handmatig dan. Hè. Dus scheppen, alles, afvegen. Scheppen, afvegen, sealen, bestikkeren, klein begin. En dan
ja, een keer dat we dan in de apotheker zaten, moesten het natuurlijk iets professioneler zijn, dus zijn we naar doosjes gaan. Ondertussen is onze productie ook al een beetje semi-geautomatiseerd. Oké. Ja. Oh, daar heb ik ook al vragen over. Maar hoe hebben jullie dan uiteindelijk eerst jullie launch aangepakt? Want je hebt misschien een product, maar je hebt nog niet echt een publiek. Of hadden jullie al een publiek? Nee, we zijn wel vrij snel begonnen nog met een Instagram op te stellen. Ja. En zo breed mogelijk van de daken te schreeuwen dat we iets gaan doen in babyvoeding. Ja, echt iedereen in het gat gaan steken van deel dat hier. Ja, ja. We moeten delen, hè, want anders vinden mensen het niet. En ja, zo de eerste 100 volgers hebben we een keer op geklonken. Dus dat was superleuk. En dan hebben we inderdaad een pre-launch gedaan. Proberen een inschatting te maken hoeveel dat we gingen verkopen. En we daarom terugkijken, is dat echt belachelijk. Wat had ik gezegd? Drie zakjes per week? Drie zakjes per week. En je ging daar wel aan de 4,50 voor werken. Voor de drie zakjes per week. Ja, dus dat was echt een beetje belachelijk. En dan inderdaad een pre-order, dus alles opengezet. En dan zeggen we van, oké, die orders komen hier wel echt zot goed binnen. En dan een week maar zonder limiet wel dan? Zonder limiet, ja. Okay, ja, gewoon koop maar aan. Ja. En dan, we regelen het wel, we zien wel later. We zien wel. Ja, en dan een week daarna zijn we dan eigenlijk officieel gelanceerd. Ja. We hadden ook niet, we hebben wel zowel beginners voor, nee, echt. Bij onze eerste order hadden wij dus wat doosjes voor te verzenden. Maar we hadden er zo niet bij stilgestaan dat mensen meer dan één gingen kopen. Dus dan zagen wij orders binnenkomen van mensen die zo 10 zakjes bestellen. En wij, oh fuck, we hebben geen doos. Snel naar de avond. Die dozen kosten dan die nog keihard. Ja, super zo. Ja, dus zo al van die domme dingen hebben we gedaan. Maar ja, de launch was super succesvol en nog altijd, denk ik, de beste of tweede beste maand ooit. Oké. Okay. Ja, amai, fantastisch. Dus die pieken en ook de opbouw, dat heeft natuurlijk een effect. Ja. En mensen zitten er echt op te wachten. We hebben al heel veel gehoord dat ouders zijn echt te wachten op iets vernieuwend. Die zijn echt te wachten op een ander alternatief voor een boterham. Het was er niet. Misschien heeft dat niemand met een EVA-VV wil bellen. Nee, ik denk voor al die regels, aan al die regels te voldoen. Ja, je bent nog voordat je eraan begint. Ja. En dus, oké, dat was de launch 2020, laat ons zeggen. Ja, 2021. Ja. Dus jullie hebben gelanceerd in 2021. En nu is het 2024, wanneer we dit opnemen. Hoe staat het? Wat is het status quo? Ja. Ja, wat is het status quo? Laat ons zeggen dat we vorig jaar 55.000 units verkocht hebben. Oeh. Dus dat is elke minuut gaan er 2 doosjes ontbijt over de toonbank. Van ons. Ja. Tof, hé. We hebben we echt mega onder indruk van ons staat. Dat elke 30 seconden hebben er een beetje van ons over de toonbank. Dus met Billy Bubs hebben we op dit moment 550 apotheken en specialties waar we in zitten. Zowel in België als in Luxemburg. En dan hebben we sinds vorig jaar ook Groots gelanceerd. Want Billy Bubs is eigenlijk echt ons apothekermerk. En er kwam heel veel vraag voor de supermarkten. Maar we wilden dat niet doen met hetzelfde merk. We konden dat ook niet doen met hetzelfde merk. Dus hebben we een tweede merk gelanceerd. En dat is Groots, Grow with Oats. En daar zitten we tot op heden in 130 supermarkten in België. En we hebben net een nieuwe deal getekend met Carrefour. Wow! Ze zitten nu bij de lijst bij Carrefour. En er zitten er nog een paar in de pipe. Wow! Dus, oh my god! Hoe zot is dat? Ja, dus onze... Ja, ons mini-bedrijfje is wel aan het groeien. Ja. Ja, dat is crazy. Ja. Dat is echt zot. Ja, dat had je waarschijnlijk ook niet gedacht in het begin. Toen nee. Je even, ja, 3 per week. Allee. Nee, ja, dat doe ik niet. Ja. Oké, dus dat is kei zot. En ik hoorde nu zeggen van, oké, we hebben nu het proces wat meer geautomatiseerd. Ja. Hoe werkt dat proces nu? Ja, wat we eigenlijk alles handmatig deden, ja, behalve uiteraard het verfijnen van de havervlok. Niet nu dat we dat stond met een vezel of zo. Daar hadden we wel een machientje voor. Maar het is echt letterlijk, de havermout die wordt bij ons gecrushed. Die gaat in de menger samen met fruit. En dan gaat die echt in een flowpack machine. Dus die flowpack machine... Die... Voor die zakjes allemaal te maken. Want ik heb geen idee wat dat is, een flowpack machine. Maar, dus dat is een auto. Hier zit een zakje in. Mag ik dat tonen of is dat zo? Tuurlijk mag dat. Wij willen het allemaal weten. Dus dat wordt automatisch afgewogen, afgevuld, gesealed, geknipt. Oké. En dan vangen we dat op, we leggen dat in een bakje. Dan is het... En dan moeten we dat daarna nog wel handmatig in zo'n doos steken. Klopt. Ja. Maar dat doen jullie niet meer, hè? Dat doen je met anders. Ja, ook de productie eigenlijk. Volledig de productie hebben we het dan gegeven. Ja. Allee, wel nog bij ons, uiteraard. Maar wij doen hoofdzakelijk de baan, wij doen echt de sales. En dan ook nog, het andere stuk die erbij komt, Kate, natuurlijk. De marketing en dergelijke. Ondertussen hebben we ook zitten we niet meer in het bedrijf van elkaar, man. We hebben ook wel ons eigen pand, dus met een iets grotere productieruimte en al dubbele machines. Dus ook daar zijn we gegroeid, wat dat ook nodig was. Ja. Dan gaan we blijven groeien.
En wil jullie eens uitleggen, want ik zag dat hier daarjuist, dus dat is poeier eigenlijk, poeder? Ja, heel fijn gemalen havermout. En ja. Wat moet je dan doen om dat op te eten? Dus dan ga je eigenlijk gewoon, dus een kindje van 8 maanden en ouder drinkt normaal gezien nog 's morgens een ochtendmelkje. Ja. Dus je neemt gewoon het ochtendmelkje, like hoe dat je het gewend bent, de melk dat je gewend bent. Maak het warm. Als je dat gewend bent, doe dat ook maar. En dan ga je gewoon van dat ochtendmelkje een kladje daarbij geven totdat je schoon papje hebt. Okay. En dan kan je het geven als een papje. En dan moeten die dat met een lepel eten? Met een lepel, ja. Dus je laat je kind zelf van smossen. Altijd plezant. Voilà. Een helft van die verpakking wordt nooit op. Ja, voilà. Het is goed voor de cel. dus eigenlijk ja, gewoon als papje eten. Ja. Of ermee bakken. We hebben bijvoorbeeld een bakboek ook met onze havermoutjes. Of we gebruiken het als koekjesmeel in de fruitpap. Dus ondertussen hebben we ook al meer mogelijkheden dan enkel het ontbijtje waarvoor dat we het voorzien. Kun je daar pannenkoeken van bakken? Uiteraard. Nou, dat ga ik dan doen. Ja, die smelt die lekkere pannenkoeken. Ja, maar ik ga al de baby's in mijn buurt dan ontzeggen van dit ontbijt en dat lekker zelf. Dan toch heb ik net beslist om dat pannenkoeken te worden. Hè? Maar dus, hoe doe je dan bijvoorbeeld die banaan in die... Hoe verwerkt je dan dat poeier? Hoe moet dat dan? Ja, dus we steken daar geen losse bananen in. Hè. Dus het is wel zo dat wij dat in poedervorm erin doen. Dus eigenlijk een gevriesdroogd fruit. En dan, we hebben ook van Billy Bubs twee soorten waar dat de stukjes in zitten. Dus dat is eigenlijk ook het gevriesdroogde fruit dat we er dan bij steken. En dat moet dan... dat is dan pas voor oudere kinderen, vermoed ik eigenlijk, als je stukjes hebt. Ja, daarom dat we er ook een 8 maanden label op hebben zetten. Dus het is vanaf 8 maanden. In principe, die zonder stukjes kunnen eigenlijk vanaf 6 maanden, want de ingrediënten mogen vanaf 6 maanden, maar de 8 maanden voor wette stukjes. Oké, okay, kijk goed. En hoe zien jullie bedrijf er dan eigenlijk nu qua structuur eruit? Dus schets eens, hoe dat hebben jullie een team? Ja. Ben je aan het team? Ik ben 1 teammember. Tine. Zij doet de productie voor ons. Omdat Productine. Zo leuk. Dat is een graag woord. Ja. dus zij doet eigenlijk alles van productie voor ons. Ja. En dan gaan wij eigenlijk hoofdzakelijk de baan op. En dan hebben we zelf ook nog ons eigen takenpakket. Want ja, als er geen marketing was bij Clara, dan bestond Billy Bubs al niet meer, denk ik. Ja. En als er geen boekhouding was wat ik doe, dan waren de boeken nog. Dus jullie hebben een heel complementair skillset eigenlijk ook. Ja, dat is wel zot. Ja. Wat ik nog wel mij afvroeg, dus jullie gaan ook op de baan. Ja, hè? Dus jullie voor groots. Dat doen jullie dus niet meer voor... Nee, dus we zijn gestart op de baan ook met Billy Bubs. Maar dat was echt wel een beetje te veel aan het doen. En dan hebben we eigenlijk een distributeur die nu voor ons de baan op gaat. En ja, die doen dat ongelooflijk goed. We zijn er enorm dankbaar voor. Ja. Ik kan mij inbeelden dat veel ondernemers zich afvragen hoe graag je aan een distributeur, want ik heb een product, ik wil dat verdelen. Hoe doe je dat? Mm-hmm. Ik heb dat trouwens zelf ook vroeger meegemaakt. Ik heb dat niet gevonden. Ja. Ja, dat is op zich... Vinden dat soms zelf ook nog een beetje moeilijk, hoor. Mm-hmm. Bij Billy Bubs hadden we de luxe dat de distributeur naar ons gekomen is. Hij had onze producten gezien in de apotheek. En die dacht, ja, dat is echt iets voor ons. Hè? Want wij doen baby's en senioren. Dus dat is een aansluitend product op wat wij verdelen. En ja, dat ging eigenlijk als een eetje. En dan nu zelf zijn we ook nog wat zoekende voor het grootste geven. Maar in C, door veel beurzen te doen, door met veel andere ondernemers te sparren, ja, bekom je zoveel interessante informatie. Ja. Dat is hout waard om te connecteren met anderen gewoon. Ja, om een distributeur te zijn. Ja. Ja. Want ook een beurs, inderdaad. Je denkt heel vaak van, ik ga daar veel aan hebben gewoon voor de sales. Mm-hmm. Maar ik heb al superveel beurzen gedaan waar dat uiteindelijk op termijn heel veel dingen zijn uit voortgevloeid, maar niet veel rechtstreekse sales aan winkels. Ja. Maar gewoon gigantische grote samenwerkingen of in de pers verschijnen en zo. Ja. Ja, je kunt dat niet altijd meten hoe goed dat zo'n beurs is. Nee, want we hebben nu net op de beurs gestaan, op de Tavola-beurs in Kortrijk. En we hadden niet zo'n goed plaatsje. We stonden in zo'n zijgangsje. Dus de mensen, de aankopers die rondlopen en de distributeurs, die kwamen niet tot bij ons. Ze vonden ons niet. Dus dan zijn wij ook wel zo ambitieus om te zeggen, bon, als je er niet naar ons komt, dan gaan wij jullie zoeken. En dan loopt mij gewoon elke beurt heel die hal rond om mensen te zoeken en aan te spreken en ons netwerk te vergroten. En ja, het is zo dat je het moet doen. Hè. Je moet niet wachten dat in je schoot komt geworden. Nee, dat is waar. Jullie zijn allebei wel echt mega go-getters, denk ik. Hè? Ja. Maar toch een heel ander profiel, zal ik dan zeggen. Want jullie hebben wel de krachten verdeeld. Dus jij doet dan de marketing, Clara. Ja. En jij doet dan de administratie. En dat is wel... Als in voelt dat voor jullie gelijk verdeeld en dat er evenveel werk is voor de finance als voor de marketing? Ja. Oké. Oké, dus dat is niet dat ooit zo moeilijk is van dat is minder of dat is meer werk.
Nee, en ja, hoe meer dat groeit, hoe meer dat er ook bij komt. En dat takenpakket, dat verdeelt zich nu wel zo wat automatisch. Zonder dat we daar echt over spreken, dan is dat... Ik neem dat wel voor mee. Ja. Ja, we zien dat dat wel verschijnt in de mailbox. Ah, oké, ideaal. Dus dat gaat eigenlijk echt allemaal vanzelf bij ons. Hè? Dat is het voordeel, hè? Als je één bot. Dan weet je dat direct. Nee, dat is zalig. En dus jij gaat dan wel nog op de baan? Alle twee. Of we doen alle twee samen? De sales. Ja, dus apart. Maar elke kabinetje. Samen op de baan, dat is niet hier en daar. Ja, dat was ik ook aan het denken, maar dat is wel gezellig. Maar dat zal wel niet de beste manier zijn om je tijd te verdelen. Ging we, vragen we eigenlijk. We bellen constant wel, als we in de auto zitten. Maar we hebben elk een kabinet waarmee we echt husselen, van winkel naar winkel. En is dat een pastelkleurige camionet of is dat gewoon een... We hebben een camionet met roze wolkjes. En we hebben een camionet met diertjes op. Dus we hebben van elk steentje. En ieder seizoen wisselen we een keer. Geweldig, hoe leuk is dat? En dus jullie gaan effectief naar... Dat is dan voor... Crowds? Supermarkt. Dat is dan voor supermarkten. Mm-hmm. En hoe gaat dat dan? Dus je moet naar de supermarkt gaan, naar één filiaal. Ja. En dat zijn dan eigenlijk onafhankelijke supermarkten. Klopt, ja. Maar we zijn aangenomen leverancier bij de lijzen, dus dat vergemakkelijkt het proces natuurlijk wel. En dat is echt gewoon je pitch dat je doet daar. En dan schuif je dat in de rayon en dan stuurde je het factuurtje op en on to the next. En jullie gaan dat ook gewoon... Dat is eigenlijk ook het leveren dat je dan gewoon doet. Oké, dus het is het leveren en dan een beetje de uitleg van zo moeten dat ook verkopen of zo moeten dat aanbieden aan klanten. Ja, de supermarkt gaat niet aanbieden of verkopen. Nee, de apothekers doen dat wel. Dat zijn echt als de ambassadeurs, maar in de supermarkt, gekeken en gepakt. Het is niet dat iemand... We kunnen soms wel een keer een tasting doen, maar het is echt gewoon in trek plaatsen en zien dat je een goed plaats hebt. Dat is ook het voordeel als ze zelf levert. Dan schuiven wij het een en het andere langs de kant, zodat wij mooi op ooghoogte staan. Ja. En de supermarkt verantwoordelijk vindt dat ook wel altijd straf. Als we zeggen, het is goed. En dan, oké, dan ga ik mijn product uithalen. Ah, gaat dat dan mee? Gaat dat dan mee? Ga jij dat hier in trek zetten? Ja. Zalig. Ja. Dus jullie hebben zelf ook een zekere stok dat je bijhoudt. Ja. En is daar een vervaldatum op, dat product? Ja. Dat is meestal een jaar die daarop zit. Minimum een jaar garanderen we. Oké, dus je kunt dan een jaar in de camionet. Dan moest de sales niet goed zijn. Dat is wel vrij jammer zijn. Maar als toen... het is een droog product. Dat is een tenminste houdbaar totdatum. Ja. Dus staat dat langer in de kast? Niet meer in de winkel, maar wel in de kast. Dan kan dat perfect. Slik rijst, dat wordt niet slecht. Dat wordt niet slecht. Ik heb daar zo eens een meme over gelezen. Dat er zo'n vervaldatum stond op Himalaya-zout. En zegt zo wel jammer dat mijn zout van 5 miljoen jaar oud nu vervallen is. Toevallig in februari 2023 of 2024. Ik moest zo lachen van dat heel grappig. Ik weet ook niet of 5 miljoen klopt. Maar fact check me, please. Maar ik vond het heel grappig. Ja. Maar dus, jullie hebben dus die twee merken. En dan, wat is de beste bron van inkomsten? Webshop, B2B, Billybubs, de apothekers, de supermarkten. Hoe zit dat juist? We zitten op een kantelpunt. Ja. Vorige maand heeft Growth het voor het eerst beter gedaan dan Billybubs. Dus Billybubs was altijd de grootste. Is nog altijd een hele grote in de apothekers. En de B2B-verhaal. Ja, de B2B-verhaal. Als je de webshop erbij neemt, dan blijft Billybubs wel nog steeds overtreffen. Oké. Ja, ja. Dus, maar de webshop is een stabiele factor. Ja. Het is niet dat wij een gigantische webshop hebben, wat wij ook prima vinden. We hebben liever dat ze naar de apotheker gaan. En dan, we proberen zowel wat verschillende inkomstenbronnen te hebben. Ook een tip van jou. Zeker tip voor veiligheid. Als ondernemer. Ja. Bol.com bijvoorbeeld is ook zo eentje die... dat is super gemakkelijk, super easy. En dat komt gewoon, je moet daar niks voor doen. En dat is zo een extraatje iedere maand. Zo. Ja. Dat is wel zalig. Ja, en uiteindelijk, je zet dat op. En misschien gaat bij bol.com, weet ik dat de marge lager ligt, omdat die best wel wat commissie nemen. Maar als iemand één keer je product heeft gekocht, en die willen een hervulling, dan kunnen die makkelijk uiteindelijk bij u rechtstreeks bestellen. Je gaat gewoon brand awareness creëren door je product effectief in mensen in huis te krijgen. Hè? Dat is zo vaak ook. Uw product kan ook lead generation zijn. Ja, absoluut. Klopt. Ja, dat is bij ons wel. Want dikwijls gaan ze dan gaan zeggen, ik heb nog geen verkooppunt hier bij mij in de buurt. En dan zeg ik, oké, waar woonde? Naar welke winkel gaan? En wij gaan gewoon... Naar die winkel daar. Ja, tuurlijk. In gaan pitchen of daar raken. Ja. Maar wij de klant, we ook de Instagram van, kijk... Kijk, die vraagt er Ik ben aan de klant. Ja. Oké. Hebben jullie een marketingstrategie? Ik doe maar wat. Oké. Topstrategie. We zetten wel heel veel in op social media, uiteraard, omdat dat wel een heel belangrijk is. TikTok, I know. Working on it. Het is niet gemakkelijk. Maar we proberen het wel. En gelukkig is onze beste marketing mond-aan-mond reclame. Ja.
En ook een goed product, fijn. Hè? Ja. Het zal het product zijn, inderdaad. Ja, de branding. Ja. Ik vind de branding ook gewoon... Ja. Ja, hetzelfde product in zo'n eco-verpakking, allee, of zo, een bruine verpakking, zou waarschijnlijk de helft verkocht. Ja. Allee, de helft zo goed verkopen. Het is gewoon, je wilt dit ook in je huis zetten, want dat is gewoon mooi. Ja, het is mooi. Ja. Ja, en de displays zijn roze, denk ik. Ja. Ja. En dat is waarom ik een roze wolk. Ik heb denk ik zeker 3 foto's gemaakt met een camerarol zitten van in de apotheek. Oh, dus, dat is een foto trekken. Dat is ons brandkleur, hè. Dus als we iets doen voor Billy Bubs, dan hebben we ook altijd roze aan. Ja, roze hemd, roze vest. Ja. Ik zie het. Supergoed gedaan. Ja. Maar ja, dus wat was ik hier allemaal aan het zeggen? Want ik ben helemaal in de roze vibe. Ik heb het afgeleid. In de pink cloud. Ja, wat was ik allemaal aan het vragen? Waar hadden we het net over? Marketingstrategie. Over de marketingstrategie. Ja. Oké, dus je hebt een contentstrategie. De contentplanner. Oké, kalender. Ja, dat moet allemaal doen. Ja, voilà. Vertel. Ja, ik heb hem... Dus we zijn heel veel de baan op, dus we luisteren uiteraard heel veel podcasts, waaronder ook die van jou. En de contentkalender helpt mij heel goed vooraf en toe er een keer een dag uit. Ik doe ze niet allemaal, maar zo de dagen die voor ons rendabel zijn en die voor ons interessant zijn. Pasen komt er nu aan. Ja, tegen dat de podcast... Het komt dus waarschijnlijk al vijgen wel gepasseerd. Vijgen na Pasen. Voilà, vijgen na Pasen. Misschien moet ik er eentje uitbrengen met limited edition. Dus dat is wel de ding dat we dan gebruiken om daarop in te spelen. En leuke samenwerking te doen ook. Dat ook heel veel. Bij influencers, allee, of mommy. Influencers. Ja. Bloggers, ook bijvoorbeeld evenementen, goodiebags en dergelijke. Ja. Leuk. Zo wijd mogelijk verspreiden. Ja. En wat is het... Is er iets dat er qua marketing tussenuit springt? Dat je zegt van dit was echt mega succesvol of een video of zo dat kei goed heeft gedaan? Ja, we hebben een samenwerking gedaan met Nathalie Schietenkatten van Snuggles and Dreams. Ja. Dat is echt gestoord. Ja, die heeft zo'n loyale volgers. Pas op. Ik ben ook echt super fan. Ja, beide. We hebben goede slapers door haar. Ja, we hebben inderdaad goede slapers door haar. Ik heb 2 van haar hitsen ook gekocht. Ik heb ook een online consulting gedaan. Maar echt, uw slaap als mama is heaven. Dat is zo hout waard. We hebben al een paar keer een samenwerking gedaan met haar. En dat is echt ongelooflijk. En zij heeft ook een kindervoedingscoach in dienst. En in de cursussen die zij aanbieden, staan Billy Bubs vermeld. En is er ook een kortingscode voor Billy Bubs op de webshop. Dus dat is ook zo'n vaste partner, zal ik maar zeggen. En we zien dat het goed doet. Dus je kunt dat ook meten dan, hè? Ja, exact. Ja, want dat is soms moeilijk met socials. Leuk, zeg. Allee, shout-out naar Nathalie. Yeah. We love you, Nathalie. Ja. Nooit stoppen met Billy Bubs te promoten. Ah, wel keileuk. Dus eigenlijk jullie samenwerkingen geven pieken. Zijn er zo nog dingen die pieken creëren in jullie marketing? Bepaalde filmpjes. Als wij erop staan, ook altijd. Ja. Wij doen ook jaarlijks een ambassador shoot. Die doet het ook altijd heel goed. Dan mogen ouders zelf hun kindjes inschrijven. En eigenlijk een schoonkind is professioneel. Ieder ouder schrijft een kind in. Dus dat gaat altijd mega viraal. En dan laten we daar een professionele fotograaf haar ding mee doen. Eigenlijk en dan best wel low cost. Ook, ja. En die mensen geven dan ook de rechten op die afbeelding. Ja. En ze krijgen in ruil een zak vol producten. Dus dat is inderdaad low cost voor ons. En dan heb ik weer materiaal om te posten. Ja. En ondertussen verspreiden zij natuurlijk ook altijd die beelden, want ze krijgen ze ook allemaal. Dus dat is ook extra reclame. Dus dat is iets heel leuk, maar er zit ook een hele strategie achter eigenlijk. Ja, tuurlijk. Ja, en ook gewoon, ik kan me inbeelden dat, zeker in deze tijd, kinderen moeten vaak anoniem worden gemaakt in content. Je kunt niet zomaar eender wie zijn UGC-filmpje van de baby op je marketing gebruiken. Ja. Hè? Dat mag niet allemaal. Nee, hè? Dus, nee. Dus wij worden ook dikwijls getagd in dingen, maar wij vragen ook altijd wel de toestemming voor dat we reposten. Ja. Want inderdaad, anders mag dat niet. Zijn er zo nog uitdagingen in de marketing dat je denkt van, dat is wel moeilijk? Wat moet ik in een fotoshoot doen met 6 baby's? Dat is uitdagend, hè? Ja, dat zal wel. Dat staan we er echt allemaal. Dat is een hele leuke behind the scenes. Ja, die behind the scenes. Dat kun je op TikTok. Dat staat erop. Dat is een goeie. Ja, heel goed. Oh my, inderdaad. Ja. Met 6 baby's is ook inderdaad niet zo evident. Maar dus als ik u hoor zeggen, 6 baby's, zijn er dan maar 6 mensen ingeschreven? Of is dat dan, hebben jullie moeten kiezen? Ja. Dat is wel moeilijk om te zeggen, jouw baby is er niet bij. Ja, niet mensen voelen zich dan ook zo'n beetje... Maar het gaat echt niet over mooi. We kijken niet naar de mooie baby's, maar gewoon snoetjes die ons aanspreken. Soms zo echt van die huidige kindjes, dat je denkt, oh, maar dat ziet er zo'n kapoen uit of zo. Ja. Zo huidige totjes. Ja. Oh, daar gaan we voor. En een beetje diversiteit ook natuurlijk. Ja, dat niet inderdaad. Allemaal dezelfde baby's zijn. Nee, inderdaad. Oké, en dus je hebt je marketingstrategie. En zijn er
Ik stel altijd de vraag, of als ik tijd heb, stel ik de vraag van als je 1 miljoen euro zou krijgen om te besteden aan je bedrijf, waaraan zouden we dat dan geven? Meer marketing. Ja. Ja, en is de finance ermee akkoord? Nee. Jawel, de finance zou ermee akkoord zijn als we het andere deel gewoon ook splitsen in de producten uitbreiden of zo. Ja, dat we er ook wel weer sales extra kunnen uithalen. Dus, ja, tuurlijk. Ja. Dus eigenlijk marketing en dan sales. En ja. Wat zouden we dan doen, concreet? Je wilt nieuwe producten, wat zouden we dan allemaal op de markt brengen? Oh, the sky is the limit, hè, natuurlijk, voor kinderen. Er is zo weinig op de markt die voedzaam is. Daar krijgen we heel veel de vraag naar ook. Snacks voor kleine kindjes, tussendoortjes. Ook ontbijt voor de iets oudere baby's. Kleuter bijvoorbeeld. Zonder cornflakes krijgen we ook heel vaak de vraag naar. Ah, ja. We hebben echt wel veel ideeën, maar het ontbreekt ons nog aan tijd en geld en kennis en alles wat je met 1 miljoen kan doen. Maar het is wel goed dat jullie zijn gestart met eigenlijk iets dat je weet dat dit werkt. Ja. Vooraleer dat je heel breed gaat. Ja. Dat heb ik ook gedaan met Entrep Avenue. Ja, dit is echt klaar, een hele stevige core. En op zich doet het ook wel met die core. Dus zolang dat we kunnen eerst dit echt wel gebruiken om ons imperium op te bouwen. Ja, want wat is het plan van het imperium? Vertel eens. Ja, world domination. Ja. We willen echt een vaste waarde worden. We willen echt naast de Nestlé gaan staan, want zij zijn echt monopoliespeler op de babyvoeding. De enige die het heeft opgenomen met het EVA-VV ervoor. Ja, waarschijnlijk die de bal zat. Dus we willen echt wel dat als mensen denken aan een ontbijt voor hun kind, dat ze denken, oké, wat ga ik geven van een boterham of Billy Pups? Een boterham of een groot havermout. Oké. En... gaat lukken ze? Tuurlijk, ben er mega zeker van dat gaat lukken. Zijn er momenten geweest dat je zoiets had van, ik zie het niet meer, of één van de twee of allebei, dat je het niet meer zag zitten? Niet dat is misschien heel we trekken elkaar ook wel een beetje op, maar we hebben wel een serieuze klap gehad. Ja, inderdaad. Want eerst een andere distributeur, die zich ook had komen aanbieden. Ja, goed, ze denkt van, we hebben een product. Hé. Wij verdeelden al bij de apothekers, ook uit vraag van de apothekers, een paar, maar dat waren niet zo heel veel. En dan kwamen die af en die zeiden van, jullie product, wij zijn een nieuwe verdeler en wij willen ons babyhamma uitbreiden. Dat perfect bij ons. Ja, ideaal. Ja, dat doen we. Een contractje tekenen. En na een maand, dat ben ik gevoel dat niet goed. Ja. Ik denk dat we de verkeerde partner hebben. Ze hebben in 1 maand tijd verkocht wat dat wij apart, dus met een team van 5 vertegenwoordigers, wat dat wij alleen doen op een week. Ja. Dus dan wist al van, oei. Ja, dus dan hebben we eigenlijk heel snel overgegaan tot zo snel mogelijk kunnen onderbreken van dat contract. Ja. En redelijk wat meetings ook daarover gehad, want die wilden dat precies niet los. Maar jullie hebben een contract te tekenen, Nu, we waren wel zo slim. Het is niet omdat we blond zijn dat we niet slim zijn, maar we waren wel zo slim van een clausule in het contract te zetten. Indien dat er bepaalde zaken konden weerlegd worden, wat er niet gebeurd werd in de samenwerking, dat de samenwerking alsnog kon stopgezet worden. Dus hebben we beroep gedaan op dat artikel in het contract. En dan hebben we na een maand, dat was eigenlijk heel snel, dus hebben we 4 maanden gedaan met de distributeur, het contract kunnen stopzetten. Goed. Ja, het heeft ons veel geld gekost. Het heeft ons veel geld gekost. En onze stok moeten... Ja, en onze stok moet terugkomen. Ja. En dat is dan stok die bijna over datum is. Ja. Dus daar zit er niks meer mee. Nee, amai. Ja, ik vind dat heel herkenbaar ook klinkt, ook voor mij. Ik heb zelf, zeker als je een startende ondernemer bent, of een jonge ondernemer, je bent zo blij met eender wie die je product wilt verdelen of verkopen. En ik ben zelf, ik weet niet, mensen die luisteren hebben dat misschien al wel gehoord, maar ik kan het bedrag, het staat zelfs in de krant, maar ik denk 80.000 euro heb ik daar gezegd, maar ik denk dat het 120 of zo is. 120.000 euro aan 25.000 euro daar, en aan 10.000, 15.000, overal kleine bedragen, maar heel veel van agencies. En vooral, ik heb eentje die letterlijk zelf 25.000 euro in stok heeft gepikt en mijn neonlamp van Entrep Avenue heeft gepikt. Ik ook zo, wat had jij er met? We gaan niet weer halen, kom. Met een naam erop dat je hebt gepikt. Allee, wat de hel. Ja. Maar die heeft echt heel veel geld gestolen. En dat was ook iemand waar dat... Ja, die heeft zichzelf heel goed verkocht. Ja. Maar die heeft nooit gedaan wat ze heeft gezegd dat ze ging doen. Ja. Maar ik kon dat niet controleren. Was dat in Engeland? Ja. ik kon niet daar continu in haar nek krijgen. Uiteindelijk haar werknemer ook naar mij toe loyaal geweest heeft ontslag genomen. Alleen heel gedoe. Ja. Maar dus je weet niet hoe dat zo'n dingen in elkaar zitten. Je zit daaraan vast. En het is net heel typisch dat dat zo vaak heel
ja, als aasgieren komen zij op jonge brand, omdat zij weten, ah, die ken ik, daar kan ik een contract aan aansmeren enzovoort. Maar ze is super content. Ze denkt, oh, wauw, hier is tot de stap. Dus ja, je loopt erin, maar je nog nee. Ja. Maar goed, ja, weet je, hij laat dat achter u en gaat verder. En ja, lesson learned, hè. Want nu hebben we ook al bepaalde aanvragen gehad van distributeurs van groot, waar we het gewoon niet mee voelen. En dan zeggen we, nee. Buikgevoel. Nog niet, ja. Gewoon altijd volgen. Ja. Oké. Okay. Ja. En zijn er zo nog dingen, zo tussen aanhalingstekens, fouten die je ooit hebt gemaakt? Die je ik heb wel een leuk verhaal. Ik weet niet of ik het al mag vertellen. Ja, ik ga het toch maar doen. Ik had ze biedt zeggen. Oh, Clara, toch. Ik weet dat verteld. In het eerste jaar dat we bezig waren... In het eerste jaar dat we bezig waren, zaten we in de productie. En ik ben zowel een beetje chaotisch. Dus we waren bezig in de productie. Ik had alles klaargezet. En we zaten, ik denk 100 zakjes ver of zo. Ja. Totdat elke omgekeer zei... Oh, Clara, dat is de verkeerde poeder. Dus we waren de banaan cacao aan het maken en ik had appelpoeier genomen. Dat ziet er hetzelfde uit van kleur. Ja. Hey, dat is ook wit. Ja. En we hadden dus 100 zakjes appel en cacao. Ja. En dat was net voor Pasen. Dus we hadden een limited edition gemaakt. En hij heeft mega goed verkocht. Ja. Dus dat was een foutje, maar dat zo toch een beetje kunnen draaien. Dus, Oh my god, het is maar gewoon dat je het marketing. Ja, maar we proberen wel uit iedere fout dat we maken toch wel iets goed. Ja. Maar dus we zijn het rooskleurig. Maar je moest dan de cacao en de banaan, maar dat zijn twee aparte poeiers die je moest combineren. Dus je was dan appel in. Oké. Maar en was dat dan lekker? Ja, dat was wel lekker. Ja, dat geproefd. We hebben het ook in het labo gedaan, getest dat alles oké was. Het was allemaal oké, dus dan dacht ik, Easter mornings. Dan staan we snel nieuwe stickers. Ja, die stickers voor daarover te plannen. Dat gaat natuurlijk niet. Want toen zat het nog in zakjes. Ah, zakjes. Dat zat nog niet in de doos, dus dat ging dan nog wel. Voor Easter mornings. Heeft goed verkocht. Ja, maar heel herkenbaar. Ja. Want zo van die dingen. Echt, oh my god. Ik heb ook echt zo vaak... Mijn mama... Ja, dat gaat ze niet graag horen. Maar ze heeft... We hebben met twee en de student en mijn mama zonnebrillen ingepakt. We hadden heel veel zonnebrillen. Ja. En... Mijn mama was aan het bellen, maar mijn mama heeft ADHD. Ik heb daar een ADHD van haar geërfd. En die heeft zoveel zonnebrillen niet bestickerd. Of met de foute stickers. Maar die was me de hele tijd aan het bellen met mijn oma. En ik dacht al van, oh, maar ik ben heel dankbaar dat je die doet. Ik ben zo blij dat je die doet. Maar focus even. Maar misschien even kijken wat je ze aan het doen. En uiteindelijk, wij moesten dan steekproeven doen. En die steekproeven was dan gigantisch verkeerd. En heel veel mensen ook, we hebben dat probleem niet kunnen oplossen. Dus wat wij hebben gedaan, is we hebben gewoon gewacht totdat die zonnebrillen... toekwamen bij de klanten en dan gewisseld wat er gewisseld moest worden in plaats van alles te moeten nakijken, want dat was meer werk. Ja. Maar dus dat zijn sommige van die dingen heel vervelend. Ja. Maar nee, niet dat mijn mama de enige persoon is die fouten maakt, want ik heb al alles verpest. Oh, dat je kunt verpesten in mijn leven, maar vond wel het hoort er ook wel. Het hoort er een beetje bij, inderdaad. Het maakt leuke verhalen achteraf. En we hebben ook wel het motto, alles komt altijd goed. Ja, dat is ons liefdesmotto. Ja? En zijn jullie elke dag zo goed gezien? Ja. Eigenlijk wel. Dat is omdat jullie blij zijn dat jullie mogen samenwerken, of wat? Ja, dat zit er ook wel zo'n beetje... Wij zijn wel gewoon zo. Wij zijn echt twee positieve mensen. En we versterken dat dan ook wel een beetje bij elkaar. Mensen vragen ons dat ook. Ja, jullie zijn altijd zo goed gezien op jullie socials. Maar wij zijn ook wel gewoon zo... Maak mij wakker en hey! Ja. Nee, bij mij duurt dat wel iets langer. Ja, dat is ik heb koffie nodig. En jullie werkdagen, hoe zien die eruit? Hoe laat starten jullie? Oh, dat is allemaal een beetje wisselend. Ja, dat is wel wisselend. Pas op, wij proberen om onze work-life balance zo wel wat. Ja, want we hebben natuurlijk een gezin en een man uiteraard ook nog. Ja. Dus we proberen zo wel wat af te wisselen van ofwel brengen we zelf de kinderen naar school, naar de crèche, ofwel gaan we ze zelf gaan halen. Dus het is een beetje afhankelijk hoe dat de planning geregeld is met de husband. Zijn de werkuren. En hoe ver dat we moeten rijden. Ja, ook. Meestal de maandag zitten we op kantoor. Dat is zo wat de admin-dag. En dan de rest van de week zijn we de baan op. Oké, en dan missen jullie elkaar al de tijd. Maar nee, want we bellen constant. Ik denk, ik zou moeten kennen. Ik denk dat we waarschijnlijk 48 uur op weekbasis constant aan babbel zijn met elkaar. Dat is echt gestoord. Ja. En zijn we niet aan bel? We whatsappen? Zijn we niet aan het whatsappen? Het is via Instagram. Dat is zo cute. Dus jullie hebben... Ik ging vragen, hebben jullie struggles met samenwerken? Nee. Nee. Krijg je vaak die vraag, hè? Ja, van, we hadden nog nooit geen ruzie en gaat dat wel blijven duren? Maar we hebben nog nooit een discussie gehad. Ja. Dit is geen hout. Hout inderdaad, maar uw kop even vast zo. Uw hoofd, sorry. Maar het gaat heel vlot. Wij denken hetzelfde. We komen vrij overeen. Echt. Wij zijn ook alle twee heel rechtuit. Dus als er iets is, dan kunnen we dat ook gewoon zeggen en het niet persoonlijk nemen. En ik denk dat dat ook wel helpt.
Dat gaat wel helpen. Communicatie is alles. Hè. Transparantie is alles. Het aan met Amy ook, denk ik. Ja, we hebben wel onze fair share of struggles al gehad. Maar we hebben ook allebei een hele sterke persoonlijkheid. Yeah. Ja, wij zijn geen ruziemakers, hè, maar dat heeft zeker wel wat voet. Maar wij doen dat natuurlijk ook al wel heel lang. Yeah. Wij zijn al, denk ik, 8 jaar vriendinnen of zo. 8, 9 jaar. En ik denk dat wij 6 jaar of zo al samenwerken. Yeah. Want zelfs voor wij Alpha Vrouwen officieel als bedrijf hebben gestart, deden wij workshops samen. Yeah. Denk ik, misschien zelfs al langer dan 6, 7 jaar. Yeah, dus ja, misschien. 8 jaar samen, te zoeken. Nee. Ja. Dus dat is echt wel zot. Bijna onze 10 jaar. Ah, ja, jullie een feest geven. Moet ik een weekendje doen of zo? Ah ja? Mooi, hoor. Ah, een boeken, er maakt weer een hand. Voor de markt. Als de finance zegt kan dat inbrengen goed in de finance? Ja, 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 dat is een teambuilding. Maar je moet wel Tine wel even meepakken. Ja, ja, ja. Dat is misschien een teambuilding, hè. Maar wat ging ik hier nu nog vragen? Heb je trouwens al gezien dat we een Innovation Award gewonnen? Ah, ja, daar zijn dat stond in mijn mijlpalenlijst. Vertel, ja, vertel eens over daar de... Daar zijn we mega trots op. Vandaar dat we het even melden. Okay, vertel eens. Hoe zit dat dan? Ja, hoe zit dat dan? Want een beurs gedaan in september was dat. En je kon een award winnen door eigenlijk gewoon de... Ja, hoe zeg je dat? De mensen die er waren, niet? Ja, de stemmers. Ja. Ja. Dus wil je daar super hard op inzetten. Ja. Je moet stemmen op ons en je moet daar gaan stemmen. Ja. Dan... Met mensen mee naar een ding of zo. Geef anders je badge, zal ik voor u gaan stemmen. Dus zot aan het inzetten op die stem. Nee. En niet won. Niet won. Dus plots horen we van ja, de Innovation Award is uitgedeeld. En wij, oh, ja, jammer. Maar goed, ja. We hebben het gedaan. We hebben nieuwe mensen leren kennen. Ook goed, die positief. Dus we waren zo wat op onze boots nog zo wat nababbelen met elkaar, want het was het einde van de beurs. En plots komt er zo in de hang een gigantische camera. En ik zeg tegen Clara, ik zeg, oh my god, ze zijn dan met de camera. Ik zeg, nee, elke. Ze hebben juist gezegd, die heeft een award won en die heeft een award won. Ik zeg, oké, even weer wat energie van je van hem in. En plots komt die camera zo dichter en dichter en die mens zegt, proficiat, jullie hebben de vakjury award won. En wij echt, nog beter, hè? De hel? Dus ja, we zijn vrij leuk filmpje ook. Staat op onze TikTok, at Billy Pups Official. Ja. Oh, goed. Dus dat was echt... En ja, we hebben dat eigenlijk al uitgebuit. Ja, dat moet toch. Dat staat overal. Dat dient daarvoor, hè, een award. Want nu was eigenlijk de beurs dat we nu hebben gedaan, was zo wat de grote versie van degene waar we de award hebben gewonnen. En dan echt zo een gouden doos met onze award erop. En die, jullie hebben de Innovation Award. Ja. Niemand ziet dat van 2023 was. Hè. Maar ja, dat maakt ook niet uit, hè. Nee, maar ja. Dat geeft niet. En ik vind ook gewoon... Ik zeg dat ook altijd voor brands. Je hebt ook autoriteit nodig. En die autoriteit haalt je uit je aantal klanten of uit tevreden reviews. Maar ook wel uit zo'n dingen, instituten die bevestigen dat je... Ja, bij mij, ik ben in de pers geweest, 2016. Ja. Ik gebruik het nog. Ja, natuurlijk. Ja, 8 jaar geleden. Ja, we hebben alle wins dat we hebben, sturen wij door met zo'n paar reporters op speed dial staan. Zo, als ik nog een keer een artikeltje wil maken. Zijn jullie al veel in de pers geweest? Ja, redelijk wel. Ja. We hebben ook gebeld met wie, over de Innovatie Award. Ja. Hallo, kom maar hoor. Ja, kom maar een foto nemen. Ja. Zo werkt dat. Ja, tuurlijk. Goed, jullie doen dat zo goed. Ja. En eigenlijk allemaal best intuïtief, hè? Ja. Vind ik wel gaaf. Ja. Maar ja, we vinden dat wel. We worden zo dikwijls wel onderschat. Ik denk dat je dat ook hebt, hè? Ja. Dat je bent blond en bubbly. En dan denken mensen, oh... Pink en blond. Ja, domme heen. En zeker als ze twee mama's zijn, dan is zo, allee, twee mama's die een hobbytje gaan doen. Dat is toch zo. Ja, we worden echt dikwijls onderschat. En dan... Ja, weet je, dan... Gebruik me dat maar, hè. Ik vind dat leuk. Positie. Ik vind dat echt heel tof. Ja. Onderschat worden is echt de beste positie om in te zitten. Dan denk ik zo, bam, en here I am. Ja. Hier ben ik dan ook. Het is ook zo echt een mannenwereld. Ja. Dus dat is, wij gebruiken al onze charmes. Ja. Wij vragen letterlijk korting op ons schoon ogen. We hebben nog nooit iets aan volle pot betaald. Nee, we hebben nog nooit iets aan volle pot betaald. Ah, maar alles, hè. Zelfs huur en al, hè. Ja, wij hebben onderhandeld op de huur. En zo. Ja. Op alles. En dat werkt, want al die mannen in die mannenwereld, die denken, allee, schone dames. We zullen het maar hun. We zullen het er hun. En dan denk ik, jullie, los in onze zak. Dat bedrijfje, dat gaat daar niet veel soeps voor. Wil jullie exporteren ooit? Ja. Heb je daar al een plan voor? Ja. Oh god. Ik wou een tip geven, maar... Alle tips doen maar zelf. Het is zeker welkom. Nee, we zitten nu al in Luxemburg, onder andere, dus met Billy Bubs, door de distributeur. We zijn op zoek naar distributeuren in het buitenland, onder andere door beurzen af te schuimen en iedereen aan te spreken. Er zitten een paar in de pipe ook. Maar ja, alle tips zijn welkom. Dus, ik weet niet of je deze tip misschien weet of niet, maar ik ben heel snel gaan exporteren, omdat ik ook zoiets had van, ik heb België, denk Why ik, not? Zo wat... Ja, gecoverd. En er was heel veel interesse ook vanuit het buitenland. Mm-hmm. Maar
De Flanders Investment and Trade. Ja, dat is echt een goede tip. Hè? Ja. Dat je kunt geld... Oké, ze subsidies, betalen pas na een freaking jaar hun geld terug. Maar ik heb wel al heel vaak 2.000-3.000 euro teruggekregen van een beursstand. Ja. Ook de reis wordt vaak gecoverd. Je kunt ook een prospectiereis gaan doen naar het buitenland. Heel vaak als je dus 0 euro hebt voor export, kunnen zij dat wel een deel coveren. Je kunt geld lenen van iemand anders en dan betalen zij dat terug. Ja, we hebben vorig jaar het starterspakket opgevraagd. Ah, ja. Dat is zo nog iets anders. Misschien ook wel interessant. Voor innovatie is dat voor, maar dat is wel interessant, want uiteindelijk, dat was een bedrag van 9.000 euro. Ja, en dat wordt, je moet indienen wat je ermee gaat doen, hoe ver je staat met je bedrijf. Ja. En ze storten dat. En dan ga je effectief alles die stappen gaan zetten. Dus het is niet zo dat je de kost eerst moet maken, zoals in een beurs of zo, die dan teruggestort wordt. Want 9.000 euro vindt ze maar een keer. Was ook, hoe was het nu weer? Je moet eerst, je mocht niet die beurs... Nee, subsidies aanvragen alvorens dat het... Ja, je moet eerst je starterspakket aan en dan pas je beurzen of je influencer, daar kan je ook een subsidie voor vragen. Je website bijvoorbeeld in een andere taal laten zetten, kun je ook even brengen. Oh my god, even opschrijven. Ja. Maar dat moest ik al doen. Oké, subsidie voor de taal. Want Fit. Ja, ik moet eigenlijk altijd... ik moet eigenlijk al 2 jaar mijn website in Duits en in het zetten. Ik doe dat niet. Kun je subsidies, zelf als je een bedrijfsfilmpje wilt maken, subsidies... Influencer erop zetten, subsidies. Oké, super. Maar is dat enkel voor de export? Want de fiets is enkel voor export normaal, hè? Nee, niet per se. Dat starterspakket was gewoon echt een starter. Iedere startende onderneming kan dat hebben. Er zijn wel een paar voorwaarden. Je moet dan zo'n dossier indienen, dus het moet wel gekozen worden. Maar er zijn ook bijvoorbeeld bedrijven die nog in opstartfase zijn, die het wel aanvragen voor de start te kunnen doen. En die krijgen dat ook. Ja, tuurlijk. Ja. Als je gewoon een goed plan hebt. Ja. Maar wat ik heel interessant vond vroeger, is dus die prospectiereis. Ik denk dat dat bij mij uiteindelijk nooit echt is gelukt. Want ik was ook te laat met dat aan te vragen. Maar ik heb heel vaak prospectiereizen zelf gewoon bekostigd. Ja. Dus naar New York, naar Los Angeles. Heel veel met agencies gesproken en contracten. En ik had echt een hele agenda. En eigenlijk de enige voorwaarde is, denk ik, dat je afspraken hebt en dat je dus je dagplanning opschrijft. Dat je dat kunt opschrijven. Ja, dat had ik allemaal. Maar ik denk dat ik dus te laat was. Maar ik denk ook dat dan die volledige reis wordt gecoverd. Je vliegticket, je locatie. Ja, dat is allemaal wel een serieuze kost. Hè? Ja. En ook leuk dat je eens een keer een prospectiereis kunt doen voor je bedrijf, zonder dat je het allemaal zelf moet betalen. Ja, dus wij weten daar gewoon allemaal te weinig van, hè, vind ik, in België. Wij weten niet welke subsidies er zijn. Ja, maar... je moet het durven vragen ook. Ja. Wij weten heel veel dingen doordat wij echt actief mensen durven aanspreken. En er zijn veel ondernemers die dat eigenlijk niet doen. Of die het ook niet durven zeggen. Dat merkte ook wel. Ik heb geld nodig. Of ook mensen die de tips hebben, maar die ze niet willen delen. Ja, iedereen. Dat is ook zoiets dom, hè. Dat is waarom ik doe wat ik... Waarom is deze heel zo speciaal? Ja. Omdat niemand dat durft. Nee, er is plaats voor iedereen, hoor. Tuurlijk. Dat is totaal... Je gaat geen concurrenten creëren. En zelfs als iemand hetzelfde doet als jij, is dat nog waarschijnlijk met een andere insteek. Ja. Ik heb zoveel vragen wel al gecoverd, maar dus een vraag die ik nog wil stellen is, wat mag ik jullie wensen voor de toekomst? Wat mag ik jullie... wat is wat de vibe? Ja, dat heb ik niet in de lijst gezet. Groei, sowieso. Van hier naar World Domination is natuurlijk wel nog even... een beetje balans misschien ook. Ja. Zou ook wel tof zijn, want wij zijn echt wel nog in de hustle-fase. Ja. Dus dat is pittig, hè? Ja. 5 jaar of zo is dat. Ja, voilà. Dus nog even te gaan. Maar ik denk voornamelijk echt onze groei. Dat is echt onze focus en de ideeën die we nog hebben in ons hoofd ook kunnen waarmaken. Oké, dan gaan we dat een beetje fixen door iedereen. We gaan dat manifesteren. Billy Bubs te laten kopen. Zeker. Oké, dus als je een kind hebt of een kind in de buurt, dan moet je Billy Bubs gaan volgen. Billy Bubs. Ja, Billy Bubs official. Official. Ja. Aan elkaar allemaal? Ja, zonder allemaal punten. Aan elkaar. Op TikTok? Billy Bubs official. Oké. En waar kun je dat kopen? In de apotheker? In de apotheek, speciaal. Alle verkooppunten staan op de site vermeld. Oké, dus ga dat eens testen. Maak daar zelf een pannenkoek van. Geef dat aan de kinderen. En als je het tegenkomt, eventueel een shout-out geven of zo. Zeker, is ook wel heel leuk. Tag ons. Weer je post altijd graag. En als je in de supermarkt zit, dan kun je Groots gaan zoeken. Ook te volgen op @grootsofficial. Oké, kei leuk. Ja. Ik denk dat we zo alle vragen hebben gecoverd. Ik wil jullie wel heel hard bedanken om jullie verhaal te delen. En beetjes die dat heel interessant gaan zijn, ook voor ondernemers. Super hard bedankt. Super veel succes met de groei. Heel bedankt. Want het is mede aan
Jo en, ja. En Alpha Vrouw. Ja, sorry, ja. We gaan nu een keer stoeven over u, Jessica. Kijk ze. Ja, het is waar. We doen het. We hebben van bij het begin, nog voordat de onderneming bestond, nog voordat we BTW nummer hebben, zijn wij Alpha Vrouw beginnen volgen. Ja. En wij hebben heel veel de Facebookpagina gehad. En de ook groep. Alle webinars gevolgd dat we konden. Ja. En ja. De Insta-funnel, die aan mij heel veel uit haalt. Ja, goed. Ja. Dus shout-out naar de Alpha Vrouw. Dank je. Ja, dus daar hebben we ook een podcast die je kunt gaan volgen, Generatie Alpha Vrouw. Heel hard bedankt om dat even te delen. Ja. Thanks so much. En als je luistert op dit moment en je vindt het ook een goede podcast hier, je hebt al eens iets opgestoken, dan is het misschien ook wel eens leuk om iets te delen van de podcast op je stories of... dat je ze aan het luisteren. Ik vind dat keileuk om te zien. Lin vindt dat keileuk om te zien. Wij horen dat graag, wij lezen dat graag. Wat je ook kunt doen om de podcast te steunen, is een review. 5-sterren review geven op Spotify. Zeker. 5-sterren. Dus de moeite waard, hè? Ja. Zie je mooie studio's. Thomas. Wauw. Shout-out naar Thomas. Shout-out. Sterk werk. En ja, vooral die roze lampen. Kan niet stuk voor mij als er roze lampen zijn. Nee, dus geef een mooie review. Dat is hoe je de podcast kunt steunen. Hoe kun je nog de podcast steunen? Abonneren is ook een goed idee. Ja. Volgen, subscriben, op YouTube delen. Gaan kijken. Inderdaad, delen. Gewoon support the hell out of the girls hier. Voilà. En dus heel erg bedankt ook om te luisteren. En ik ging natuurlijk nog eens iets promoten. We hebben er straks de contentkalender al gepromoot. Die kunt je vinden hier in de beschrijving. Overal kunt je hem vinden. Gewoon overal. Gewoon even zoeken. Google. Even googlen. Nee, dat is de contentkalender voor 2024, maar ook binnenkort, binnen lang. Ergens in het najaar tegen oktober, november heb ik hier alleen voor 2025. Kun je weer al een nieuw plan maken voor volgend jaar. Keigoed, als je deze later luistert. En wat heb ik hier nog aan te bieden? Ik heb iets gemaakt. Een e-mail. Het is een e-mail. Wauw. Maar hebben jullie met een brand broadcast ooit gevolgd? Mm. Een brand broadcast is zo met de tips voor 2024 voor de marketing, had ik zo gemaakt. Ah nee, die moeten we dan nog een keer zien. Dat moet je eens een keer zien. Want dat is altijd, dat is, als ik gewoon zeg het is een mail, dan is dat, klinkt dat niet echt als een meesterwerk, hè? De mail. Ja. Maar als iemand mijn mails leest, het is een meesterwerk. Het zijn wel meesterwerken. Er zijn altijd heel veel mooie printen bij en doe echt 4 uur over 1 mail of zo. Yeah. Maar dus in brand broadcast heb ik een volledige dag aan gewerkt. Dat was toen met tips voor 2024. Kunt je nog downloaden? Stuur gewoon even brand broadcast naar mij. Maar ik ga er nu zo een maken. En tegen het moment dat deze online komt, heb ik die al over viral content. Ah, goed. Omdat dus, ik heb mij doorgelegd. TikTok dan? Of? TikTok, TikTok, Instagram, alles. Maar ik heb heel veel mensen geholpen nu. Vanuit brandbuilding. Het was nooit mijn bedoeling om per se enkel viral content te doen voor mensen. Ja. Maar heel veel van de studenten die de Legendary Brand Lab bij mij volgen of iets anders hebben gevolgd, of mijn ondernemersvrienden, ik probeer iedereen viral te laten gaan. Ja, dat lukt ook wel. Ja, dat lukt heel goed. En dus sommige mensen, 3 miljoen views. 500.000, 160.000, 100.000, 70.000. Ja, we hebben heel veel verschillende soorten video's die viral gaan. En ik ga die ontleden in je mail. Ja. En helemaal uitleggen hoe je dat kunt tips en tricks opnieuw doen. Voilà, dus als je die mail wilt ontvangen, kunt dat hieronder in de beschrijving klikken. Want je kunt je mail niet downloaden, je moet die krijgen als je op die link hebt geklikt. En je kunt ook naar mij, at Jessica de Blok, een berichtje sturen met viraal of viral erin. En dan krijg je ook die link. Wordt die automatisch gestuurd als je in de mailinglist zit of niet? Moet nee, want dus dat is... dus nu, als je nu op de mailinglist staat, op dit moment, wanneer jullie nu luisteren, hier zitten, dan wel. Okay. Maar ik ga die ene keer live sturen. En dus als deze uitkomt, dan wordt dat automatisch doorgestuurd wanneer dat je dan... Viral via die specifieke link gaan, want anders moet ik elke dag... Er komen elke dag dezelfde mails sturen. Ja. Een paar tientallen subscribers erbij. Dus, cool. Heel veel werk. Heel veel werk. Maar dat is wel echt... Ik denk wel dat ik ben er zeker van dat dat heel goede tips gaan zijn, maar dat als je die kunt reverse-engineeren, zou ik zeggen... Ik heb dat helemaal ontleed. Ik heb dat al in mijn hoofd zitten, hoe ik ga uitschrijven. Dat werkt gewoon. Er zijn heel systemen die werken. Je moet niet altijd viral proberen te gaan, maar zo is af en toe, dat helpt voor je brand. Voilà. Dus even, Hij deelt ook al wat tips op je TikTok, hè? Dus, dat is ook wel goed om te volgen, vind ik. Ja. Dank u, volg mij op TikTok. Ja, we zijn echt een reclamepanel voor Dat is niet normaal. Echt veel complimenten. Zo pingpongen. Why not? Maar alleen, je weet wat je te doen staat. Wilt je de contentkalender, wilt je viral gaan? Voilà. Je vindt het ergens allemaal hier beneden. En bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe. Dank u om te komen. Super hard bedankt om te luisteren naar deze nieuwe aflevering van de Brand Babes podcast. Mij kunt je vinden online bij @jessicadeblok en @businessbestie.be. Elke week op dinsdag om 7 uur 's morgens staat er weer een nieuwe aflevering voor u klaar. Dus zie dat je zeker volgende week ook klaar zit om een nieuwe aflevering te beluisteren. En dit hoort je in de volgende aflevering.
Nu ik er terug naar kijk, dan denk ik echt van, oh, dat kan echt gewoon niet. Ik had dan zo een karton op mijn tafel en dan elke keer als iemand iets bestelde, dan knipte ik zo'n stukje karton. En dan ik daar zo die juwelen op, dan gewoon zo in een doosje en dan zo, voilà. En dan zo mijn postzegel erop, niet eens met trick and trace, gewoon zo postzegel, hoop dat het aankomt.